Om het volk ruimte te geven had ik een leeg raam ingehangen. Dat hebben ze uitgebouwd. Maar dat mag dan nu weer naar de achterkant, de honingkamer. Het volk heeft duidelijk gezwermd. Voerraam geworden. Het is ook erg hard zoomen. Waarschijnlijk nog geen leggende koningin. Heel zwaar raam, ook volgeknald met honing. Hier zien we nog een klein beetje broed. Ook nog erg broed, celletje. Opengevreten doppen, dus er is zeker een koningin geweest. Ze hebben zeker een nieuwe koningin gemaakt, bedoel ik eigenlijk. Is er eentje uitgelopen. Maar nog niet aan de leg. Kan nog komen, want er is nog gesloten broed. Dus 21 dagen geleden was de oude koningin er nog. Hier zien we uitgevreten cellen. En hier zien we een jonge koningin lopen. Dus ze is er al wel. Ze is nog niet aan de leg, maar ze is er wel aan het kijken om te gaan leggen. Ze loopt ook rustig, dus ze is zeker bevrucht. Mooi. Hallo. Volk wat gezwermd heeft. Huh? En nu net weer een nieuwe koningin heeft. Ja, ik ving iets op. Ja. Ik ben een opname aan het maken. Ja. En is dat ook ergens te zien? Op YouTube. Oh, gaaf. Bij de natuur, als je daarop zoekt. Of Jan Lusink, dat is mijn naam. Okay. L-U-E. Dan vind je het kanaal wel. Die staat denk ik vanavond online. Leuk. Ik wil even kijken. Ja. Van doen zijn. Kijk, hier zie je die grote doppen. Zie je dat? Ja. Daar hebben dus jonge koninginnen in gezeten. Huh? En de eerste koningin die uitkomt, die vermoordt die andere. Dat is survival of the fittest. En zij gaat dan op bruidsvlucht na een dag of vier en dan komt ze terug. En dan kan ze eitjes leggen en die eitjes ook bevruchten. Ja, ja, ja. Dan heeft ze voor de rest van de leven heeft ze voldoende sperma eigenlijk om zelf de eitjes te bevruchten. Dan hoeft ze niet meer de kast uit. En dat heeft nu net plaatsgevonden. Zo. Nou, ik ga gluren vanavond. Ja, is leuk. Nou, beginnen we aan de achterkant. Dus de voorkant hebben we nu gezien. Gezwermd een jonge koningin. En aan de achterkant mooie ramen. Met honing. Aan de onderkant zelfs leeg. Hier is wel vol, maar duidelijk al aan het verzegelen. Dus dat is rijpe honing. Oh, ik ben mijn vegen vergeten. Die haal ik nog eventjes op. Ik moet het legraam hier weer in, dan kan de koningin gelijk aan het leggen. Ja, hier hadden we een mooi zwaar raam. De transportbox, tweede raam van de honingkamer. Ook mooi vol. Ook mee. Zet het raam, ook mooi vol. Ja, oké. Okay. Oh. Als je dan weet dat je het anders gaat maken, dan is het eigenlijk zonder dat je naar de rechter gaat. Anders dan komen we naar de raad. Ja,
Zo. Dan hangen we dat mooie zware raam vooraan, vol met voer. Een kunstraadje er nog bij. Die hebben ze niet nodig, maar ik heb ze bij me. Ik sluit hem hier af. Die lege ramen die komen hier straks ook weer terug. Loopt een koninginnetje, dus dit komt allemaal wel goed. Maar voor de overdracht is dit nu verloren gegaan. En dat is niet erg, want daarvoor heb ik hier de bijen niet. Ik heb de bijen niet voor de honing. Op naar de volgende kast. Ik heb een paar maanden niet in geweest. Er zat een klein beetje wildbouw, dat heb ik net weggehaald. Wij hebben dus duidelijk te weinig ruimte. Eerst maar het broednestje even bekijken. Ik zou verwachten dat ze gezwermd hebben. Nou, we zien in ieder geval gesloten broed. Veel stuifmeel hier. Helemaal gesloten broed, geen open broed, ketsommetjes. Die zijn duidelijk gezwermd. Laten wel cellen nu open hier in het midden. Dus je zou verwachten dat een koningin is dat ze het broednest voorbereiden. De telefoon iets bij de hand. Kijk even met de zaklamp, dan kan ik het iets beter zien. Ja, eitjes en larfjes. Dus ze zijn gezwermd en weer aan de leg. Dus dit komt vanzelf goed, daar hoef ik verder niks aan te doen. 2, 4, 6 ramen, dat laat ik zo. Even over nadenken wat ik daar straks mee ga doen. Dan gaan we aan de andere kant verder. Daar heb ik een maand geleden of 3 weken, ik weet het niet meer precies. Ik heb er een filmpje van gemaakt. Even terugkijken. Heb ik hier wat ramen weer ingehangen, omdat ik al zag dat ze weinig ruimte hadden. Dat was een prikje. Ook een bij die ik klem zette. Kijk of het allemaal eruit is. Ja. Ja, de meest buitenste raam. Zo. Och. Kijk. En dat is dus helemaal ver weg. Dan hebben we het over 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 de raam. Die is volledig verzegeld. Voor en achter. Ik weet niet hoeveel kilo dit is, dat ga ik opwegen. Dat ga ik eens wegen, want ik weet het gewoon niet precies. Maar het zou me niet verbazen dat het meer dan 5 kilo is. Deze nemen we mee. Bij je er even af. Tweede raam van achteren.
van de honingkamer, dus is de broedkamer. Die ik afsluit met een sluitblok, zodat het broednest beperkt blijft. Dat is tenminste mijn opzet. Heb ik hier een moerrooster en heb ik hier de honingkamer. Oh, en ook weer zo raam. Oh. Dat is al twee, dus dat red ik toch niet. Dus ik loop toch even over neer. Heel even dicht. Dan zijn we zo weer bij u terug. En daar zijn we weer. Wat ik leeg gemaakt. Volgend raam. Dan moet je dit natuurlijk niet eigenlijk op deze manier doen zoals ik het nu doe. Maar gewoon vaker. Dat je maar twee of drie ramen eruit hoeft te halen. Dan lijkt het natuurlijk allemaal veel simpeler. Maar ja, een soort hobbyprojectje van mijn imkerij. En dan schiet het er nog wel eens mee in. Dus dit is zowel de voorjaarswoning als het begin van de zomerwoning. Je ziet wel, alle ramen zijn vol, dus het moest er ook echt uit. Vloeibaar. Dat is mooi. Kunstraadje wat ik een paar weken geleden ingebracht heb. Nou, die is redelijk zwaar, maar nog niet helemaal verzegeld. En dan deze is ook weer helemaal verzegeld. Ja. Misschien nemen we ook mee. Dan is gelijk slingeren die ramen en dan brengen we ze terug. Ik geef ze ondertussen wel wat kunstraad, dat ze gewoon hun energie kwijt kunnen.
zo. Dan gaan we naar de laatste. Van de volken hier. Dus gaan we hier drie.